Dames en heren, jullie weten wat voor tijd het is. Het is tijd voor Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Klaas Schaak. Waarin ik een verhaal vertel of een sprookje op mijn manier. Vandaag vertellen we het verhaal van Klein Duimpje. Er was eens een schere houthakkersgezin. Met vader, moeder en 7 zonen woonden zij in een kleine osseltje in een groot donker bos. In dit bos hoorden ze 's nachts enge geluiden, gekraak, gilletjes en gegrom. De jongste zoon van het gezin heette Klein Duimpje. Hij had deze rare naam omdat hij bij zijn geboorte niet groter was dan een duim. Hij was niet groot, maar hij was wel slim. Het houthakkersgezin was zo scher dat op een dag zelfs de allerlaatste kruimelbrood op was. Ah, wat een hoofdpijn. Met hongerige buikjes moesten de kinderen die nacht naar bed. 'S nachts hoorde Klein Duimpje zijn ouders samen praten, heel sneaky. We moeten de kinderen naar het bos brengen, zei zijn vader. We hebben niet genoeg eten voor allemaal. In het bos kunnen ze bosbessen eten, beukennoten en zo. Kleine dingetjes. Oh nee, dacht Klein Duimpje. Naar het enge bos? Naar het enge bos? Hij dacht snel na. Hij wilde helemaal niet naar het bos. In het bos? Daar wonen wilde dieren, heksen, slangen, reuzen misschien. Vlug wipte hij uit zijn bed. Buiten pakte hij een handvol witte kiezelsteentjes van het pad en stopte die in zijn zak. Glimlachend viel hij in slaap. Charles. De volgende ochtend nam zijn vader de kinderen mee het bos in. Dieper en dieper en dieper. Voorzichtig liet Klein Duimpje 1 voor 1 kiezelsteentjes op de grond vallen. Plots was zijn vader verdwenen. Klein Duimpje volgde het spoor van de kiezelsteentjes en na een dag waren al die kinderen weer thuis. Gelukkig had zijn vader weer wat geld verdiend. Dus hij was blij hen te zien. Maar op een dag was al het geld weer helemaal op. Ook dit keer besloot de vader de kinderen naar het bos te brengen. 'S ochtends kregen de kinderen allemaal nog een stuk brood om hun honger te stillen. Oh shit. 'S ochtends kregen de kinderen allemaal een homp brood om hun honger te stillen. Klein Duimpje bewaarde wat brood in zijn zak. Hij strooide met broodkruimels een spoor om de weg terug te kunnen vinden. Maar ach, de volgende morgen hadden alle vogels het brood opgegeten. Helemaal paranoia dwaalden ze door het bos. Toen ze bij een huisje kwamen, een vrouw deed open. Snel, 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 ga weg, zei ze. Mijn man is een reus. Een echte menseneter. Maar het was al te laat. De reus kwam thuis. Brulde hij. Wat is dat? Ik ruik mensenvlees. Waar zijn ze? Ik heb honger en bij. Hij volgde zijn neus en ontdekte de sidderende jongetjes onder het bed. Hij stopte ze in een kooi en deed de kooi met de sleutel stevig dicht. Zei hij. Ah, dat wordt een heerlijk ontbijt. En daarna viel hij in een diepe coma, sleppe. De jongens werden door de vrouw in een kamer gestopt. In die kamer sliepen ook 7 dochters van de reus. Dat waren 7 hele lelijke meisjes met spitsneuzen en bruine tanden en spiekharen. Met kroontjes op hun hoofd lagen zij in bed en ze sliepen allemaal al. Het waren echt stoonde koppen. Ze werden zelfs niet wakker toen de vrouw voor de jongens aan de andere kant van de kamers 7 bedjes opmaakte. Die nacht kon Klein Duimpje weer niet slapen. Hij was bang dat de reus die nacht nog kindervlees zou willen eten en dat hij hem en zijn broers dan zou doodmaken en opeten. Hij woelde en woelde en woelde, totdat plotseling hij een idee kreeg.
Hij kladderde uit zijn bed, sloop naar beneden stiekem aan de overkant en pakte de hoofden. En pakte van de hoofden van de meisjes alle kroontjes. Hij zette die voorzichtig op de hoofden van zijn broers. En nu kon hij eindelijk slapen. En weet je wat er gebeurde? Precies wat Klein Duimpje dacht. Midden in de nacht werd de reus wakker van de honger. Hij pakte zijn grote mes en liep zachtjes naar de slaapkamer van de kinderen en sloop naar de kant waar de jongens lagen. Hij durfde het licht niet aan te doen, maar hij voelde met zijn hand over hun hoofden. Zo merkte hij dat zij kroontjes op hadden en natuurlijk dacht hij toen, dat zijn mijn dochters die daar licht slapen. Ze liggen, en die andere jongens liggen dus aan de andere kant. Heel zachtjes ging hij naar de bedden van de meisjes en voor alle zekerheid streek hij daar nog eens over de hoofden. Nu voelde hij slaapmutsen. Dacht hij, nu heb ik ze. Zonder verder te aarzelen, stak hij al zijn dochters dood en at ze op. De broertjes ontsnapten bliksemsnel uit het huis. Toen de reus de ontsnapping ontdekte en zag dat hij zijn dochters had opgefroten, werd hij helemaal lijp. Hij pakte zijn 7-mijlslaarzen en sprintte achter de broers aan. Onderweg werd hij een beetje moe en besloot even een kleine schleppie te doen, een siesta, onder een boom. Toen Klein Duimpje de slapende reus zag, trok hij stiekem zijn laarzen uit en trok die zelf aan. En daar gingen ze hoor, razendsnel in die 7-mijlslaarzen. Toen ze bij het kleine houthakkershuisje kwamen, hoorden ze hun moeder huilen. Oh, mijn kinderen, mijn 7 jongens, oh, waar zijn ze? Oh, papa heeft nu baan bij de koning, eten genoeg, ik heb ze ontspijt. Oh. Glimlachend deed Klein Duimpje de deur open. Hier zijn we, mam. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En zoals ik in elke filmpje zeg, als jij zelf een verhaaltje hebt of een sprookje van hey, Sjaak, doe dit. Dat zal leuk zijn. Drop die shit onder de comments. En wie weet kies ik jouw verhaal uit en dan maak ik er zelf wat moois van. Ja, hey, toch? Alleen maar love. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te delen. En tot snel.